Goedendag en welkom bij ons programma. We zijn op het hoofdkantoor van Staatsolie. Want op 13 september bracht de heer Patrick Pouyanné, hij is de CEO van Total Energies, goed nieuws naar Suriname. Er beginnen ontwikkelingsstudies. De FID, dat is de Final Investment Decision, is volgend jaar in 2024. En de productie begint al in 2028. Heel veel werk voor Suriname, in het bijzonder voor Staatsolie. En daarover gaan we in gesprek met de directeur van de Staatsoliemaatschappij Suriname, de heer Anand Jagisse. Goedendag meneer Jagisse. Dank u wel, mevrouw Lievelak, dat ik bij u mag zijn. Graag zelfs. Ik zei het al, veel werk begint voor u. Bent u daarop voorbereid? Dus het werk is altijd zwaar, maar het blijft zwaar. En iemand vroeg me, maar is het zwaar werk geweest om tot dit moment te komen? Ja, dat klopt. Nu moeten we, eigenlijk kan je het zo zien, we hadden geen geld. Mm-hmm. Nu lijkt het alsof we geld gaan krijgen als land. Ja. Maar dan begint de vraag, hoe gaan we het goed besteden? Dus eigenlijk blijft bezig. Ja. En met name de jongere generatie gaat daar verder aan moeten gaan werken. Want het gaat nog jarenlang werk opleveren. Maar ik neem aan dat u samen met uw team daar natuurlijk wel aan werkt en voor de overdracht zorgt. Ja, dus een deel van dat werk is natuurlijk afhankelijk van de overheid. Mm-hmm. Wat wij proberen te doen is om de instituten bij de overheid te laten versterken. Want dat is belangrijk, dat de instituten goed werken. Een beetje geschiedenis waar alles op het kabinet van de president wordt besloten. Hè? Maar dat wil je juist niet. Ja. In een goed ontwikkelde samenleving, want de mensen moeten onafhankelijk hun werk moeten kunnen doen. En dat geldt niet voor deze regering hoor, het geldt voor elke regering. Ja. Oké, u zei dat wij zeker 7 tot 9 keer meer gaan verdienen dan onze huidige BBP. En om ervoor te zorgen dat het geld dan toch wel goed besteed zal worden, is een spaar- en stabilisatiefonds nodig. Om ervoor te zorgen dat dat in goede banen gaat. Ja. Hoe zit dat precies? Zijn de eerste stappen al gezet? Wat is de rol van Staatsolie daarin? Ja, we hebben eigenlijk een wet nu. Ja. Op de een of andere manier is daar nooit geld in gestort. Nou moet ik u zeggen dat vanwege de armoede van Suriname het raar zou zijn dat je gaat sparen terwijl je bijna niet kan overleven. We zijn opnieuw aan het kijken naar die wet om, laten we zeggen, deze grote inkomsten erin te passen. Mm-hmm. Want als je deze grote inkomsten hebt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk op een hoger niveau komen als een land. En we willen een mechanisme erin bouwen waar we een armoedebestrijdingsfonds ook gaan incorporeren. Okay. Waarbij dus een groot deel van die inkomsten mogen gebruikt om dure leningen af te lossen van de staat. Mm-hmm. En tweede is dat bijvoorbeeld de volksgezondheidssector, die het heel slecht doet nu, dat we daar geld in kunnen stoppen op een snelle manier. Oké. Dus wanneer denkt u dat dat allemaal zal gaan beginnen? Want de wet moet worden aangepast. Ja. Zijn de eerste stappen genomen? Ja, de eerste stappen zijn genomen. We hebben een concept, zijn we nu aan het bespreken met de overheid en met IDB, die adviseur is. En dan gaat die wet komen. Maar de eerste inkomsten komen natuurlijk pas na, of in 2028. En dan pas ga je dit soort dingen kunnen doen. Dus we hebben tot 2028 om de wet goed in place te krijgen? We hebben de tijd. En ik weet bijna zeker dat u me straks gaat vragen, wat kunnen we tussen nu en 2028 doen? Maar dat zal ik dan straks beantwoorden. Wat kunnen we tussen nu en 2028 doen? Oké. Ja, dus dat is die vraag toch? Dus iedereen zegt, en mijn vrienden, burgers van Suriname, zeggen, is wel leuk dat we in 2028, maar gaan we overleven tot 2028 om die mooie dag te zien, toch? En dat antwoord is ja, het gaat natuurlijk, we gaan geen inkomsten nog krijgen, maar wat we gaan hebben is local content. En local content, er zijn de afgelopen vijf putten zijn geboord vanuit Suriname. En toen heeft Total 90 miljoen uitgegeven in Suriname. In deze ontwikkeling gaan er 30 putten geboord worden. Dus ongeveer 500 miljoen welke besteed gaat worden in Suriname. Dus wij zeggen van daaruit dat er nu al wat actie gaat komen. Wat je ook krijgt bij zo'n bekendmaking. Al die internationale bedrijven lezen het. Ja. En die komen even kijken in Suriname. Dat wil zeggen meer vliegverkeer, meer hotelbezetting, meer restaurants.
Dus we denken dat er wat, wat beweging gaat komen. En mogelijk is die vraag ook in uw lezen. Maar u heeft gehoord dat de president heeft gevraagd, kunnen we kijken of we eerder geld, laten we zeggen, kunnen krijgen. Weet je, dus ik zit er een beetje moeilijk mee. Het is eigenlijk geen goed gebruik in een ontwikkeld land, dat je voordat je geld binnenkrijgt, dat je het begint uit te geven. Maar aan de andere kant van de weegschaal is natuurlijk die enorme armoede in Suriname. Als je hoort dat kinderen zonder brood naar school gaan, dat als je hier in het ziekenhuis komt, mensen zeggen, liever ga je niet. Je wil niet ziek worden. Je wil niet ziek worden. De kans is dat je er niet meer uitkomt. Dus kijk, die armoedebalans, die is natuurlijk heel erg zwaar. Dus we gaan moeten kijken. En persoonlijk zeg ik, we moeten het op een verantwoorde manier doen als we het doen. Dus dat we echt geld gaan stoppen daarin. Mm-hmm. Niet dat de overheid dan zegt, ik ga een geweldig mooi kantoor bouwen voor de overheid, toch? Dat is geen acute nood. Maar als we zeggen de gezondheidssector, bepaalde apparaten zijn kapot, mensen moeten opgeleid worden tot verpleegkundigen, et cetera. Veiligheid moet omhoog, enzovoorts. Onderwijs, moet er meer geld in gestopt worden. Ik denk, als we dat heel transparant kunnen aanpakken, zou ik daar niet tegen zijn. Maar die bepalingen kunnen natuurlijk ook in die wet worden opgenomen. Het zou kunnen, je kan het in die wet doen, maar je zou nu al, laten we zeggen, maar u heeft gelijk, want dan moet je zeggen dat er vooraf geld is. Ja, dus niet helemaal gelijk. Eigenlijk heeft u een punt aangehaald die me toch ook op een goed punt brengt. Dus dat is tussen nu en 2028 wat we allemaal kunnen doen. Okay. Het gaat niet morgen gebeuren, maar we moeten eraan werken dat we wel die verlichting krijgen. Ja. Maar dan hoe gaan we ervoor zorgen dat ieder wel kan mee profiteren aan deze ontwikkelingen? Nou, sowieso gaat iedereen kunnen mee profiteren. Dat is kenmerkend voor een economie, toch? Want als mensen meer geld verdienen, dan gaan ze een extra broodje eten. Ze gaan misschien een keer extra naar de kapper per kwartaal. En dan heeft de kapper het drukker, enzovoorts. Er komen mensen uit het buitenland die ook moeten eten en drinken. Dus die economie, zo werkt de economie, die begint gewoon van de grond te komen. Op het moment dat er meer bedrijvigheid is. U gaat waarschijnlijk meerdere programma's maken. Hopelijk meer advertenties kunnen krijgen, waardoor uw bedrijf het ook beter gaat doen. Eigenlijk zegt u, een goede tijd om met een bedrijf te beginnen is nu. Ja. En je ziet eigenlijk het verschil. Wij kunnen het zien dat mensen die ondernemen, dus een beetje risico durven te nemen, die zijn op het juiste moment daar. Ik mag geen namen noemen, maar er is een vliegbedrijf in Suriname. Weet je, ze zijn gewoon begonnen met een vliegveld. Mm-hmm. En als je daarnaar keek en je denkt, deze mensen zijn gek, toch? Maar deze mensen zijn slim. Want nu dat ding is gekomen, gaan er vliegtuigen daar landen. En nu al is dat bedrijf net een taxi. Dus met de helikopter vliegen ze vanuit Suriname. Mm. Vliegen ze langs al die boormachines, ook in Guyana. Ja. Dan brengen ze mensen daar naartoe. En dan halen ze die mensen die al 2 weken daar zijn geweest, halen ze weer op en brengen terug naar de airport. Dus het is een fantastisch concept. Ja. En als je straks van die airport in de regio kan vliegen, als iemand op Trinidad werkt en die komt zo op die airport en kan verder vliegen naar Trinidad, is helemaal fantastisch. Helemaal. Ja. Ik wil naar het volgende punt gaan, meneer Jigisser, en dat is de Final Investment Decision, die FID. Ja. Welke factoren zijn bepalend daarvoor? En natuurlijk ook de vraag, zijn de verkiezingen ook een bepalende factor? Kijk, ik ben wel een realist, hè? Mm-hmm. Dus ik begreep wel dat de verkiezingsstrijd van 25 een hele spannende gaat zijn. Want iedereen wil natuurlijk in een goede tijd regeren, zullen we het maar zo noemen. Ja. Weet je, dus men gaat extra hun best doen. Ten aanzien van die FID, ik denk wat belangrijk is om vast te houden, is dat de kosten per geproduceerde barrel. Okay. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat die FID 100% zeker gaat komen en deze ontwikkeling komt. In de wereld worden er nu 100 miljoen barrels per dag geproduceerd. 70 miljoen van die barrels kosten meer dan $20 om te produceren. Hm. Waarvan een groot deel tussen de 50 en 65.
wil zeggen, met zo'n investering, bij zo'n investering loopt niemand weg. Okay. En als deze partijen weglopen, dan staan er 10 andere in de rij om te komen. Ja. Daarom zeggen wij, we zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling gaat komen. Dus de FAD komt zeker en daarna komt de productieontwikkeling. Welke regering er ook is, gaat zich aan alle regels moeten houden. Okay. Weet je, dus mensen gaan onbevlekt moeten zijn. En et cetera. Okay. En goed georganiseerd. Zeer, ja. Gaat staatsolie weer obligaties uitgeven? Ja, dat klopt. Dus we moeten 1,8 miljard ophoesten. Want we mogen voor 20% meedoen. Dus 20% van 9 miljard is 1,8 miljard. Dat is niet weinig geld. Dat hebben we nog nooit eerder bij elkaar kunnen krijgen. Wat we gaan doen is een lokale obligatie. Mm-hmm. We denken dat we in de Surinaamse markt ongeveer 300 miljoen kunnen ophalen. Okay. US dollar. Suriname, money. Maar dat klopt ook. De vorige keer hebben we 200 miljoen opgehaald. Okay. Ja. Uit met name de Surinaamse markt. Dan put your money where your mouth is, de diaspora. So, weet je, iedereen heeft kritiek op elkaar over en weer, van die kant en van deze kant. Maar goed, dit gaat niet zijn dat we gaan bedelen, toch? We gaan echt een commerciële lening hebben. Dus laat de diaspora meedoen. Ze hebben inderdaad interesse getoond. Dan gaan we dus ook tweede voorkeur geven aan de diaspora. Mm-hmm. En dan is ons financieel directeur, mevrouw Moensi, geweest naar Curaçao. De regio heeft veel interesse in wat er gebeurt hier. En we denken dat we daar ook wat geld uit kunnen halen. En ten vierde, we hebben een lening nog lopen bij een consortium van internationale banken. Mm-hmm. En zij hebben eigenlijk al toegezegd dat ze een groot deel van dat geld op tafel gaan zetten. Okay. Dus we denken dat we het wel kunnen financieren. Ja. Maar we hebben opties. We hebben ook een optie om een andere partij binnen te brengen. Die wij dan 10% geven. Maar dan moet die partij in ruil daarvoor onze participatie betalen. Wat het voordeel is van zo'n partij, is dat je ook snel die olieindustrie leert kennen. Want je had zo'n partij is heel deskundig. En daar kan je dan alle kennis van overnemen. Maar mooier is natuurlijk als wij daartoe zelf een bijdrage leveren. U heeft het net gehad over Curaçao. Ik was daar. Tijdens de Suriname Week. En er is daar inderdaad ontzettend veel gesproken over een samenwerking tussen bedrijven op Curaçao en in Suriname. En met name Staatsolie, met mevrouw Moensi. En er is een idee om via Curaçao door te breken op de internationale markten. Aangezien Curaçao natuurlijk al een bepaalde financiële infrastructuur heeft. Ja, dus dat is een mogelijkheid. Ik denk, in momenten van nood heb je niet zoveel vrienden. En in momenten van rijkdom schijnbaar wel veel. Dus we zijn een beetje kritisch erover natuurlijk. We willen liever dat alles via Suriname gaat. Ja. Toch, als de gateway naar de wereld is Curaçao, waarom zou het niet Suriname kunnen zijn? Natuurlijk hebben ze, wat u zegt, een veel beter ontwikkelde offshore en offshore sector in de financiële sector. Ja. Ja. Dus we moeten kijken wat we doen. Maar we moeten onze Surinaamse bedrijven met voorkeur de kans geven. Okay. Toch? Want toen we arm waren, hebben we Curaçao niet hier gezien. Nee, maar wij hebben Curaçao juist geholpen. Door toen zij met hun olieindustrie begonnen, gingen heel veel Surinamers naar Curaçao. Dat klopt ook, ja. Dus zij zien het als een helpende hand terug. Nu kunnen zij ons helpen. Nu daar wij, het kan, maar het gaat altijd in samenwerking moeten zijn met Surinaamse bedrijven. Is staatsolie geregistreerd op Curaçao? Ja, we hebben nu die obligatielening die nu loopt, loopt via Curaçao, Okay. Een van de vragen was of er ook een plan is van wat er gaat gebeuren, hoe de bevolking allemaal erbij wordt betrokken in de komende tijd. Is dat er? Ja. Zo'n roadmap? Ja, dus we hebben, maar in principe is het met name de overheid haar taak. Je hebt nu een IDB-project lopen. Dat heet alignment van de werkgelegenheid op de toekomstige industrieën in Suriname. Dus ik denk dat die studie verder getrokken moet worden, ook naar de oil en gas. Zodat we kunnen weten wie we moeten opleiden in welke branches. Toch? Ja. Bijvoorbeeld de hotel en de hospitality industrie.
gaat enorm veel mensen nodig hebben. Die moeten opgeleid worden. Managers moeten er zijn om het ook te managen. Dus we moeten er zo naar kijken. Wat Staatsolie doet is met Natin. Zo'n olieopleiding. Is dat voldoende? Ja, dus kijk, ik moet wel zeggen, de olieindustrie zelf is niet zo arbeidsintensief. Het is meer kapitaal, hè? Okay. Dus en weinig mensen. Op zo'n productieplatform bijvoorbeeld werken er maar 160 mensen. En dat zijn primair Natinners, die zijn we nu aan het opleiden. We zijn ook bezig met lokale bedrijven, want deze bedrijven, om iemand aan te nemen, stellen ze hoge eisen. Je moet bijvoorbeeld anti-bribery systemen hebben in een bedrijf. Je moet een jaarrekening, hoe dat ding ook eruit mag zien. Een jaarrekening moet je hebben. Je moet je gezondheids- en veiligheids- en milieusystemen in je bedrijf goed laten werken. Moet u eerlijk zeggen, Surinaamse bedrijven zijn zeer zwak daarin. Toch, een man van over een dak. Dan gaan ze zeggen, oké, één keer in de 10 jaar is het toch niet zo erg. Nee, in dit systeem moet je gaan onderzoeken waarom die persoon van het dak is gevallen. Had hij zich niet, laten we zeggen, aangehangen aan het dak? Was hij moe? Had hij niet de juiste schoeisel aan? En dan uit dat onderzoek ga je alle bevindingen implementeren. Dus dat soort simpele systemen, die moeten de Surinaamse bedrijven nu ook gaan implementeren. Okay. En we hebben 25 bedrijven nu die in een soort stoomcursus zijn om dat te doen. Oké. Er wordt ook steeds gesproken over het diversificeren van onze economie. Wat heeft Staatsolie als staatsbedrijf in de planning om daar concreet aan te werken? Nou, dus sowieso speelt er internationaal natuurlijk climate change. Dus we moeten daarop letten. Ja. We willen dus een solar project doen op Afobakka. Dat is een van de dingen. Maar het is bijna frustrerend toch om te zeggen. Ja, een collega journalist van u zei, if you put one wandel stok in a grong, dan zijn we niet grong. Toch? Maar we blijven bij praten. Toch? We zouden voedsel scheuren al vanaf 1960 en weet ik wat zouden we worden. Maar we praten en we doen minder. Dus ik hoor nu dat coöperatie Kwata mensen gaat leren om dingen te doen. Dat zijn de initiatieven die we nodig hebben. Want je hebt bepaalde boeren die heel handig zijn. Als ze bereid zijn dat aan andere mensen te leren, gaan we hogere productie halen. Toch? Toerisme, mevrouw Lievelang, het is frustrerend toch? Absoluut. Hoe mooi ziet u er vandaag uit? Dank u wel. Toch? Dat zijn elementen die je in het toerisme ook kan gebruiken. We hebben Amazone oerwoud, we hebben kustvogels en flora en fauna. Mm-hmm. Weet je? Rode ibissen, als die mensen dat zien, ze zitten dat aan te gapen. Mobiel, ja. Ja toch? Ja. Ik begreep dat op Brownsberg bijvoorbeeld, men loopt kilometers om één vogel te zien. Ja. Maar als men die vogel heeft gezien, dan is de trip succesvol geweest. Ja, ja. Maar dus die sectoren gaat de overheid uit de olie- en gasinkomsten gaat die moeten gaan ontwikkelen. En dat moet niet bij praten blijven. Dat vooral niet. We moeten meer gaan doen. Maar we moeten ook eerlijk zijn om te zeggen dat wij kunnen wel doen, maar er moet ook vanuit de overheid moeten de condities worden geschapen om ervoor te zorgen dat het kan gebeuren. Ja, nou, reistrassen bijvoorbeeld. Onze Wageningen Instituut was wereldvermaard in zijn goede tijd. Ja. Toch? Ja. Maar waar zijn we nu? Ja. Dus Guyana produceert 2 maal volgens mij meer reis per hectare dan wij, omdat wij gewoon het systeem. We hebben laatst zelfs zaad geïmporteerd uit Guyana. Dan begrijpt u hoe zwaar we terug zijn gevallen. En we moeten dit weer gaan opzetten. Over het bedrijfsleven, meneer Jagisser. Wat zou de rol van de bedrijfslevenorganisaties zijn als het gaat om de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie en andere industrieën? Ja, dus ze moeten actief hun leden ontwikkelen. Olie en gas heeft natuurlijk wel zijn bijzonderheden. En dat zijn, als er 9 miljard wordt geïnvesteerd, wil men niet met 10.000 partijen werken. Dus wat men meestal doet, men geeft een grote partij het werk. Ja. En die grote partij gaat dan weer naar kleinere partijen zoeken. Dus we moeten op het juiste niveau moeten we instappen. Mm-hmm. En wij dwingen ze een beetje om wat we noemen te ontrafelen, een bundelen. Want als je iemand vraagt, kan je huis bouwen, kan het antwoord zijn nee.
Maar kan je waterleiding aanleggen? Kan het antwoord zijn ja. Dus als er iemand is die dan waterleiding aanleggen adverteert of probeert binnen te brengen, dan kan het zijn dat een Surinaams bedrijf dan wel aan zijn trekken komt. Ja. Dus dat soort zaken gaan we met name met elkaar moeten ontwikkelen. En die verenigingen gaan hun niveau moeten opkrikken. Zoals ik net noemde, veiligheid en gezondheid en milieusystemen in het bedrijf moeten op een beter niveau. Je ziet in Suriname de bedrijven die agressief zijn, die maken het. Ja. Ze nemen wat risico's. Die mannen zeggen, een zakenman heeft meestal neus voor geld. En je merkt het ook, dat die mensen, ze zijn op tijd. Ze beginnen nu al te investeren om te wachten op wat er komt. Oké, u zei het daarnet al, het milieu, want olie en gas is mooi. En u had het over onze rode ibissen en onze mooie natuur. Maar als ik aan olie en gas denk, dan krijg ik een negatieve connotatie als het gaat over milieu. Hoe zit dat vanuit staatsolie? Ja, dus olie en gas blijft een gevaarlijk spelletje. En omdat het zo'n gevaarlijk spelletje is, moet je natuurlijk goede systemen in place hebben. Eén, om te voorkomen dat er wat gebeurt. Mm-hmm. En als er wat gebeurt, dat je het zo snel mogelijk kan, ik weet niet wat het juiste Nederlands woord is, maar kan beheersen, containen en opruimen. Dus die systemen moeten goed ontwikkeld zijn. Wij hebben in Suriname goede systemen vanwege staatsolie. Dus één, we hebben een soort wat men noemt oil spill response. Mm-hmm. Dus we hebben zelf equipment waarmee we kunnen uitrukken om dat, laten we zeggen, te voorkomen. En we hebben met een bedrijf in Miami, dat een heel groot bedrijf is en voor de hele regio dat doet, is een soort insurance, dat ze kunnen invliegen of kunnen invaren en dan verder kunnen helpen. Dus first response en daarna het second response. Maar het belangrijkste is om te voorkomen dat het gebeurt. Dat het gebeurt, ja. Dus bijvoorbeeld als je een brand boort, dat je wel rekening houdt en geen risico's neemt. U weet dat BP-incident in de Gulf Coast, dat had te maken met risico nemen. Men zag drukken omhoog gaan en men vond, laten we het toch maar doen. En toen was het catastrofaal. Dus dat moet je voorkomen en wij letten erop dat de mensen geen risico's nemen. Maar mag u zeggen, die bedrijven die hier zijn, Shell, Chevron, Total, die zijn ook super streng op zichzelf. Okay. Ja. Ik weet niet in hoeverre u dat heeft kunnen volgen, maar ik zag gisteren in de Nederlandse media dat California 5 grote oliebedrijven de rechtszaak heeft aangespannen. En het gaat daarbij om het verleden. Ze geven natuurlijk aan, of ze geven aan dat de bedrijven niet of nauwelijks investeren in verhoging van hun duurzame energie. Hoe duurzaam is dat van ons? Dus, om te voorkomen dat wij straks ook zo'n rechtszaak... Dat van Californië heeft een beetje mee te maken ook, dat men vond dat de oliebedrijven al in 1980 wisten dat er global warming zou komen uit verbranden van fossiele brandstoffen. Maar het steeds mooi aan het praten waren. Maar inderdaad, laten we zeggen, dat niet goed genoeg hebben aangegeven. Ja. Nou, ik kan me niet bemoeien daarmee, maar ik bedoel, de overheid heeft natuurlijk ook een taak toch, om zelf te onderzoeken en alles wat er wordt gezegd in kaart te brengen. Bij ons, we zijn een carbon sink land. We zijn een van de 3 landen in de wereld, met Panama en Bhutan, dat we negatief zijn wat betreft CO2. Ja. Dus dat we meer opnemen dan we uitstoten. Met deze olieontwikkeling zal dat ook zo blijven. En ons streven als land en staatsolie is om dat ook te behouden. Mm-hmm. Bij het produceren van elke barrel in de wereld komt er ongeveer 23 kilogram CO2 vrij. Dit eerste project, gaat onder de 15 kilogram zitten. Dus ook al beter. Dus je levert een bijdrage om schoner te zijn. Wat bedrijven ook doen, ze planten bijvoorbeeld mangroven en parwa. En die nemen met name heel veel CO2 op. Dus dat is ook dan verder om te compenseren. Als je uitstoot en je compenseert het, dan hopelijk kom je daar op nul uit. Als je dat op een goede manier doet. Dus zo kijken de bedrijven ernaar en staatsolie ook. Staatsolie heeft al in haar productieveld maatregelen getroffen om minder uitstoot te hebben. Mm-hmm. Lekkages uit pijpleidingen,
waar er methaan gas uit vrij kwam, hebben we dan, laten we zeggen, beter aangepakt. Okay. Het venten van gas hebben we ook aangepakt en nu gebruiken we het in onze branders. Okay. Dus wij zijn echt bezig ook om te kijken hoe we minder uitstoot kunnen maken. En wij zijn ready om bij te dragen aan, laten we zeggen, reductie van de CO2-uitstoot. Okay. Alleen zeggen we, laat de westerse wereld wel eerlijk zijn, toch? Want toen de Oekraïne-crisis er was, heeft Nederland haar kolencentrale aangezet. Ja. Weet je? En dan is het ineens niet meer zo erg dat er CO2-uitstoot is. Mm-hmm. Want dan zeggen ze, het is ook belangrijk dat de mensen niet in de kou zitten. Nee. Toch? En dan toen zeiden ze, het, nee, het is niet alleen climate change. Het is betaalbaarheid en leveringszekerheid. Mm. Dus nu hebben we een triangle in plaats van één ding. Maar goed, ik moet u zeggen, Europese landen zijn geweldig, economisch geweldig, denkwerk is geweldig. Maar ze zijn soms zijn ze een beetje biased, want wat ze uitkomt, zeggen ze. Want eerst zeggen ze climate change en nu zeggen ze iets anders. Ik vind dat ontwikkelingslanden als Suriname ook de kans moeten krijgen om te genieten van hun rijkdommen. Zij hebben al zoveel CO2 uitgestoten. En stoten nog steeds zoveel CO2 uit. Maar zodra wij dan zeggen ze, je mag dat niet. Ja. Enzovoort. Maar we moeten wel leren uit de les. Absoluut, helemaal eens. Om even te komen op de gasindustrie, aangezien we het daar al bijna over hebben. Total Energy heeft ervoor gekozen om de gas niet laten te ontsnappen, maar het terug te stoppen in de grond. Maar er zijn staatsolie is toch nog in onderhandeling met andere partners om daar gas uit te halen. Hoe zit dat? Welke partners zijn dat? Mevrouw? Is dat geen Petronas? Oh ja, ja. Dus dit is ons offshore gebied. En hier ziet u al die blokken. Recent hebben we dat Demerara gebied, hebben we daar eigenlijk ook onder contract proberen te brengen. En we hebben nu onderhandelingen voor 3 blokken. Dan kijken we hier naar die Golden Lane. U ziet echt een lane, hè? Ja. En wat je ziet dat er eigenlijk in dit gebied nog niets is gebeurd. En dat komt omdat er hier relatief veel gas in zit. Okay. Ja. En ja, de gasvoorraden zijn hier al rood gekleurd. Voor gas heb je volumes nodig. Dus het zou wees zijn om samen met Guyana hier over dit gebied te gaan praten. De VP van Guyana, de heer Barrett Jagdeel, heeft dat ook al aangegeven dat ze dat graag willen. Dus dat gaan we ook doen, zodat we die volumes kunnen maken tussen Suriname en Guyana. Hier ziet u dan een ander blok, dit is blok 52. Daar heeft Petronas in Slonea, de Discovery Slonea, heeft ze ook gas gevonden. Zij willen dat verder gaan verkennen om te kijken hoe groot die voorraad is. En mogelijk gaan zij dat ook ontwikkelen. Wij denken dat er ook hier bijvoorbeeld behoorlijk wat gas zit. Dat wil zeggen dat Suriname en Guyana samen best een grote gasontwikkeling zouden kunnen maken. En daar gaan we samen aan werken. Dit is eigenlijk het komende project van Suriname. Dat er een samenwerking komt tussen Guyana en Suriname. Ja, maar met name dat we dat gas gaan proberen te ontwikkelen. Dus dat we dat te gelden maken voor Suriname op een verantwoordelijke manier. Is er een prognose van wanneer dat zou moeten gaan gebeuren? Nee, gas duurt een beetje langer, omdat gas is wat moeilijker te ontwikkelen. Dus de prognose is dat je gas niet voor 2028 gaat krijgen, maar more likely in 2032. Maar ik vertel ook altijd, hoe komen we uit de armoede in Suriname? Niet door gas. Door deze eerste olieontwikkeling verlichten we de grootste nood in die gemeenschap. Gas gaat daar totaal geen rol in kunnen spelen, omdat het niet op tijd komt. Oké. Ja. Oké, het land heeft te kampen met brain drain. Heeft staatsolie daar ook te kampen mee? Helaas wel, ja. Hoe doen jullie dat dan? Nou, het zijn dus vorig jaar en dit jaar zijn we meer dan 40 mensen zijn we kwijtgeraakt. Ze gaan met name naar Nederland. Ik wil bijna vragen, staatsolie betaalt niet genoeg? Dus, ja. Dat is een deel van de samenleving, vindt dat we te veel betalen. Oké. Maar mensen zijn weggelopen. Het zijn met name engineers en operators. Mm-hmm. Die gaan met name in Nederland werken. En Nederland heeft een soort kennisregelingen.
waardoor ze dan 3 jaar hoef je geen belasting te betalen of verminderde 30% belasting. Dus ze maken het heel aantrekkelijk voor deze mensen. De Nederlandse economie is erg, de werkgelegenheid is op topniveau. Dus ze hebben echt mensen nodig. Ze pakten vroeger onze onderwijzeressen en verpleegkundigen al af. Nu zijn ze dus ook beland bij de engineers en operators. Dus ja, we delen ermee. We hebben weer gekeken naar de hele zaak. En we hopen dat met deze bekendmaking dat het een beetje beter wordt. Okay. Dus dat staatsolie niet meer zoveel last heeft daarvan. Misschien moet ik nog wel zeggen dus dat de mensen in de exit interviews zeggen ze de veiligheid in Suriname vinden ze een issue. Ja. De gezondheidssector al helemaal. Mm-hmm. Maar het zijn vaak ook mensen met kleine kinderen. Okay. Die zeggen ook, ik wil mijn kinderen toch niet hier, omdat het soms, weet je, soms is er wel, soms is het niet. Dan vindt men dat er oude boeken worden gebruikt op school. Wat klopt, weet je. Als je op een zwart-wit foto iets moet identificeren, is veel moeilijker dan op een kleurenplaatje. Dus dat zijn de redenen die men opgeeft en vertrekt dan, helaas. Oké. Zijn er, welke duurzame projecten zijn er nodig de komende 10 jaar om ervoor te zorgen dat de komende generatie niet in problemen komt? Dus biologische landbouw bijvoorbeeld. We moeten dat verder gaan ontwikkelen in Suriname. Hoe werkt dat het best? U weet, in Nederland was het zo ijskoud dat je in de winter niet kon planten. Klopt. Maar men heeft iets bedacht, een kas. Ja, de kas, ja. En laten wij ook dingen gaan bedenken om de problemen die wij tegenkomen het hoofd te bieden. En natuurlijk, we moeten onze energieopwekking moeten we verduurzamen. Dus solar in de toekomst, we gaan in zee. Mm-hmm. Op land waait het niet zo vaak en niet zo veel. Maar in de zee waait het heel erg. En je hebt in de wereld nu hele grote windparken. Dus dat gaan we in de toekomst ook moeten ontwikkelen. En zo. En misschien geld verdienen uit ons toerisme. Want dat is duurzaam. Dat kan je jaar in jaar uit doen. Zo gaan we dat verder moeten ontwikkelen. Ja. Plannen en meten zitten beide componenten in het beleid van staatsolie. Plannen en meten, ja absoluut. Dus kijk, in de offshore nu moeten de maatschappijen een baseline studie doen. Okay. En dan gaan we alles bijhouden, ook hoeveel tunavis daar rondzwemt enzovoorts. En dan gaan wij bijhouden of onze activiteiten invloed hebben op de flora en fauna in zee. Mm-hmm. Maar ook hier lokaal in onze productievelden moeten we dat doen. Doen we dat. Er zijn een aantal havens in Suriname in ontwikkeling, in de startblokken. En ze focussen vooral op olie en gas. Zijn al die havens wel nodig? Is dat efficiënt? Het is ook een beetje afhankelijk. Kijk, de offshore is helaas net een casino. Toch? We hebben nu 1 ontwikkeling. En men werkt ook met kans van succes. Als wij in de toekomst nog 5 ontwikkelingen krijgen, hebben we te weinig havens. Maar als wij in de toekomst 15 ontwikkelingen krijgen, hebben we helemaal onvoldoende havens, enzovoort. Dus zo werkt het. Het is altijd goed als er havens zijn. Dus ik bedoel, 1 bedrijf dat uit Trinidad komt helaas, die zegt, weet je hoeveel schepen voor Suriname varen naar Brazilië en terug? Als je dat kan laten we zeggen, binnenbrengen in Suriname, heb je eigenlijk een soort overslagcontainer. En u weet, we liggen prachtig op het punt van Zuid-Amerika. We zijn eigenlijk de verbinding tussen het Caribisch gebied en eigenlijk ook Europa en het achterland in Zuid-Amerika. Ja. Maar er zijn ondernemers nodig, er is een overheid nodig die dat gaat stimuleren, dat het komt. Dus uit die hoofden. Op dat moment zijn al die 5 havens helemaal vol, want dan krijg je andere businesses in Suriname. Ik hoor u bijna zeggen dat we echt veel meer expertise in Suriname nodig hebben. Dat klopt. En eigenlijk is de realiteit dat we maar 5% van de bevolking is HBO of hoger geschoold. In ontwikkelde landen is dat veel en veel hoger. Dus we gaan veel geld in het onderwijs moeten stoppen. En ik moet even plagend zeggen dat het ook thuis belangrijk is. Hè? Want gelukkig zie je nu van die moderne gezinnen
waar het kind vragen kan stellen zonder dat ma of pa zeggen, hey, wat brutaal, wat voor vraag stel je allemaal. Weet je? Ja. Assertiviteit in het werk is zo vreselijk belangrijk dat je niet verlegen bent, dat je niet bang bent, dat net als u gewoon u thuis kan voelen en alle vragen kan stellen, is zo belangrijk. Dat brengt het bedrijf op een hoger niveau, kritisch zijn. Ook al is het, klinkt het negatief, ja. Je hebt in een denkgroep iemand die onbeperkt denkt, dus heel erg optimistisch, mm-hmm. Maar je hebt die pessimist ook nodig. Maar hebben jullie daaraan gedacht? Wat gaat er gebeuren als dit gebeurt? Dan gaat het helemaal mis. Je hebt die personen nodig, maar wel die durven iets te zeggen. Ja, ja. Je hebt nog te veel dat de Surinaams opgeleide mensen zeggen, oké, zeg maar wat ik moet doen. En na de meeting kan je ook aan een Surinaamse student of een Surinaams opgeleide student vragen. Hij zei, ik wilde daar iets vragen, boy, meneer Jagesar. Maar ik dacht in die grote groep toch. Ja, ja, ja. Ik zei, no man, je moet het daar juist vragen. Daar, ja. Ja. En niemand gaat je aanspreken. Weet je, alle vragen helpen. Synergie komt uit discussie. Mm-hmm. En als je niet discussieert, gaat die synergie niet komen. Die en die synergie heeft verschillende mindsets nodig. Een zwart kijker is ook een persoon die nodig is in een groep. Soms laat het je dingen beseffen precies. Die eigenlijk waar je daarvoor precies, niet bij stilstand. Ja. Iemand die structuur kan maken is dan ook goed in een groep. Ja. Iemand die optimistisch denkt, zoals we net zeiden. Zo maak je een groep. Maar het belangrijke is dat je wel praat. Ja, ja. Dat vooral. Ja. Ik hoorde op Curaçao ook het voorstel dat staatsolie ook kan investeren in personen die in het buitenland hun kennis en studie gaan doen. Met die voorwaarde dat wanneer ze klaar zijn, ze inderdaad terugkomen en ready zijn om dit bedrijf verder te trekken. Ja. Want dit is blijkt wel pas het begin voor staatsolie. Is dat een idee? Zeker een idee. Ik moet u zeggen, ik denk in de jaren 2000 hebben we een heleboel mensen teruggehad uit Nederland naar Suriname. Met wat voorwaarden natuurlijk. Ja, ja. Bijvoorbeeld, we hadden een huizenbouwprogramma op dat ogenblik, omdat het slecht ging nog in het land. We hebben dan mensen gehad. Helaas zijn ze in rond 2012-13 zijn ze weer weggegaan. Maar we denken dat we dat moment weer kunnen creëren. Okay. En we hebben diaspora. We hebben een hot wrijving met elkaar, dan, want we vinden dat die mannen praten te veel. Die mannen vinden we doen te weinig, ja. Want daarom is ons land zo. Dus we gaan die onderlinge verhouding gaan we moeten opkrikken. Maar elke serieuze diaspora, en hun kinderen vooral, want die kinderen die daar zijn geboren, missen die connectie met Suriname. Ja, tot ze wel een keer komen en dan vinden ze het leuk hier. Ja. Maar die connectie gaan we moeten maken, want we hebben ze echt nodig. En heel ik weet dat er een heleboel goed opgeleide diaspora in Nederland zit, die niet alleen praat, maar werkelijk ook gewoon gericht werkt in deze sector. Meneer Jagesser, we gaan naar het eind van het gesprek. Komt er ook voorlichting naar de gemeenschap toe? Want de mensen die daarboven zitten, de bedrijven, zij, de directeuren, die snappen het misschien. Maar oma, de onderwijzer, de leerkracht, de verpleegkundige, de winkelier. Iedereen moet eigenlijk begrijpen wat er gaat gebeuren. Wat gaat staatsolie doen als het gaat om media en voorlichting? En we gaan het meenemen. Ik besefte niet dat er zo'n behoefte was daaraan. Maar we gaan dat deel meenemen. Het is natuurlijk, vinden wij primair de overheid, haar taak om aan te geven wat er allemaal gaat gebeuren. Het enige wat ik kan zeggen, ik droom en ik werk mee. En ik weet zeker dat het gaat komen, is een goed geordende maatschappij. Ik vind het jammer dat als ik nu naar Nederland ga mm-hmm. en ik kom in een supermarkt of whatever, dan lijkt het alsof dat al een soort experience is, toch? Klopt. Maar we kunnen die dingen ook in Suriname hebben. We hebben ze gehad, weet je wel, de jaren 75 en begin jaren 80 draaide dat land nog lekker. We moeten terug naar die periode en we moeten een mooi geordend land hebben, waar prijzen niet van de ene dag op de andere dag verdubbelen. Waar alles beschikbaar is en te krijgen is. Waar je hard kan werken en ook gewoon op vakantie kan. Dus ja, ik weet dat gaat komen. Okay. Maar ik neem dat van voorlichting mee. U bent erg optimistisch. Ik ben die optimist in die groep.
U heeft al een grijze haardos, maar ik zie toch nog wat zwarte hier en daar. Wordt het grijzer met al deze ontwikkelingen? Ja, dat moet ik beter grijs verven. Nee, ik verf ze niet, hoor. Nee, ik ben echt gewoon grijs. Het is uitdagend, want wat de laatste tijd gebeurt, is natuurlijk als je kritiek wil leveren op iets dat geen aanzien heeft, dan lijkt het wat minder interessant. Je ziet ook dat veel meer mensen kritiek hebben op staatsolie. Maar ik zeg altijd, weet je, laat overzichtig zijn, want als je kritiek hebt, moet je wel wezen waar jij beter hebt gedaan, toch? Want als eenmaal die mensen ingang vinden, dan ben je 10 jaar verder en misschien tegen die tijd kan je niks meer doen. Dus we moeten goed met elkaar omgaan en we gaan dit land opbouwen. Het doet mij pijn dat de onderwijzeres en onderwijzers, denk 8.500, dat zijn de bedragen die ik hoor. Dat is geen geld om mee uit te komen. Dus ja, wij van Staatsolie werken echt hard om die economie te laten gaan. Dat vinden we erg fijn om te horen. En ATV is natuurlijk wel altijd bereid om ook haar bijdrage te leveren, om ervoor te zorgen dat informatie komt daar waar het nodig is. Dank u wel, mevrouw Liefland. Dank u wel, meneer Jagisse, voor dit gesprek. Dat was het gesprek met de heer Anand Jagisser. Hij is directeur van de Staatsoliemaatschappij Suriname. Erg optimistisch. En ik zou zeggen, laten ook wij als Suriname dat optimisme overnemen. Bedankt voor dit moment en tot ons volgende vraaggesprek.